Wanneer het restafval bij je thuis wordt opgehaald in de grijze container, dan wordt het binnen een week verbrand in de verbrandingsinstallatie. En dan is het weer een week later ligt het dan bij Heros hier op het terrein. Ook het Zeeuwse afval inmiddels, want dat wordt bij AVR verbrand. Dat is dus binnen 2 weken hier. En dan ligt het bij ons 2 maanden nog na te rijpen, zeg maar, af te koelen, na te rijpen. Dan wordt het verwerkt in de wasinstallatie waar we nu staan. En dan moet het nog 2 maanden gekeurd worden. Dus dan ben je zo ongeveer, ben je zo'n zeg maar 5-6 maanden onderweg van huisvuilzak totdat het in het werk, zeg maar in dit voorbeeld, de Traktaatweg wordt toegepast. We zijn inmiddels bij de Traktaatweg aangekomen. De weg van Axel naar Zeilzaten, de verbreding van de N62. En je ziet hier dat de Granova in de onderbaan wordt toegepast. Kan u wat uitleggen over het certificaat dat jullie krijgen? Ja, het certificaat is tot stand gekomen vanuit de Green Deal gedachte dat de bodem maar schoner moet worden. En daar werken we sinds 2012 aan. En we hebben al een jaar lang, het afgelopen jaar, proeven gedaan met de Rijkswaterstaat bij ons om de stabiliteit van dit nieuwe Granova te testen. En dat is goed uitgepakt, vandaar dat je ook hier deze toepassing ziet. En dan krijgen we begin volgend jaar in januari een erkenning voor, een soort diploma. En daar zijn we hartstikke blij mee.